Hoi hoi allemaal, vrijdagmiddag, 2:15, valt nog alles mee? Zeker weten. We moesten helemaal door binnen door, want ze zijn voor de verandering weer op de N3 bezig. Maar we zijn er bijna, nog 14 kilometer. Thuiswedstrijd. Thuiswedstrijd, we zijn onderweg naar Rukven. En dan moet ik even spieken, want het is een mond vol. We gaan naar glamping. De heerlijkheid voor zijn einde. Nou, ga goed hoor. Voor zijn einde. Ja. Is zowel een camping met volgens mij van die tipi-tenten en weet ik veel. Maar ja, dat gedeelte is nu dicht. En ze hebben een gedeelte met 9 camperplaatsen. Dus we gaan eens even kijken. Hij is vlak langs het bos en bij het centrum. Jullie gaan het zien. En wij ook. Zo, het was door het dorp. We zijn maar even een stukje binnendoor door de woonwijk gegaan. Volgens mij moesten ze daar een hele keuken lossen. Ja, we stonden achter een vrachtwagen en dat ging hem wel even duren. Dus, ja. Nou, nog 500 meter. Einde van de weg, hè? Dat is het. Dat betekent het uiteraard. Ja. Heb ik gelezen ergens. Oh. Hallo? Kun je ook mee lachen? Ja. Citroenen waren in de aanbieding. Nou, als we hier geen 5G hebben. Ja. Mooie 5G-mast. Als het goed is, moet het hier ergens wezen. Dus maar even een beetje opletten. Honden aan de lijn. Hoppa. Geld voor het hele bosgebied. Ja, dan moet je kijken hoeveel dat er dadelijk loslopen. Ja. Even rustig rijden, schat. Ja. Ah ja. Goed zo, jongen. Kijk eens even. Nou, we wanen ons in het bos. Nou, eerlijk is eerlijk. Bos. Aankomst bij bestemming aan uw linkerhand. VDA-vereniging. Vereniging Duitse Herders, voor degene die niet in de hondensport zitten. Wij ook niet meer. Nou, dat zou wel goed gaan, hè? Ik neem aan dat het goed gaat. Een gradenhuis. Zo. Zo. Een bordje melden. Drukte bedoeling. Drukte bedoeling, ja? Ja, ja. Hij heeft misschien om het hoekje. Nee, kijk, hier recht vooruit is hij. Nou, we gaan eventjes... Kijk, camperplaats, dat is wat makkelijker. Camperplaats, het zonnetje. Kijk eens aan. Zie je het? Goedemorgen. Zaterdagochtend, 8:30. Ik denk, ik ga even een stukje met Moos lopen. Kijk, daar is de camperplaats. Daar zijn ze 6 studio's aan het bouwen. En dan is dit. Dit zijn van die tenten die je kan huren in het zomerseizoen. Paddenpoeltje. Nou, hier sowieso bos. Hier nog 3 tenten. Daar weer bos.
En zo was die weer. Kijk, super netjes. Ze zijn nog niet klaar. De bedoeling is dat het als goed is volgend jaar klaar is en in de verhuur gaat. Goedemorgen allemaal. Vandaag zaterdag. Het is 1:15. Nou, zoals jullie gezien hebben, hebben de tasten glamping tenten er net al laten zien. Het is dit jaar voor het eerst geopend. 6 tenten. En ze hebben natuurlijk ook een waanzinnige mooie camperplaats bij. Het is camping De Heerlijkheid Vosse Einde. Het heeft allemaal een betekenis. Het is van heel lang geleden. Maar even kort gezegd, het betekent dus dat aan het einde van de weg leg. Laat ik me even daarop houden. Dan de camperplaats. De camperplaats is net 2 weekjes open. Camperplaats Het Zonnetje, zo heet het. Waar komt die naam nou vandaan? Mocht je een drone hebben, kijk, dan zie je in principe dat dit in de vorm van een zonnetje is. Kijk, zo is het wat lastig te zien. Maar in principe heb je gewoon daar allemaal de zonnestralen. En de zonnestralen die zijn dan de camperplaatsen. Dan campers tot ongeveer 8 meter kwijt. Iedereen heeft een aparte stroomaansluiting. De stroomaansluiting is 10 ampère. Kijk, zoals je ziet, ja, het is pas 2 weken geleden gerealiseerd. Moet alles nog groeien, wat logisch is. 10 ampère stroom dus. En voor de prijs van €15,50 is al inclusief. Wij staan er op dit moment alleen. Het is een heerlijke uitvalbasis om naar het plaatsje Rukven te gaan. Dat is hier heel dichtbij. 9 plaatsen heeft het op dit moment. Nou, wij hebben er daar 1 van bezet. Het is muisstil hier 's nachts. Heerlijk. Even lekker tot rust te komen. Hier en daar zie je nog wat artikelen wat gebruikt moet worden voor de bouw van de appartementen. Dat wordt allemaal nog geperfectioneerd. Dan zullen we eens even naar de rest toe lopen. Hier een container waar je je vuil in kunt deponeren en het glaswerk in kan zetten in de krat. Fietsenstallinkie. Dit is de achterkant dus van de appartementen die het al heeft laten zien. Die zijn nog in aanbouw. 7 appartementen, ook voor in de verhuur. Misschien wel makkelijk als er de mensen ook hier naartoe willen komen en die hebben geen camper. Of in de glamping tent. Trouwens gelijk even vliegtuig voorbij. Kennen of in de glamping tent of straks in appartementen. Nou, hier kun je cassette toilet legen en reinigen. Er wordt nog een schoon waterkraan gerealiseerd. Dan lopen we even terug. Ik vind het al fantastisch dat ze in zo'n zeer korte tijd al zoveel gerealiseerd hebben. Kijk, dan is hier voorlopig eventjes een gezellig plekje gecreëerd. Houtkachel, daar mag je gewoon gebruik van maken. Openluchtschoorsteen. Leuk zo in het voorjaar, najaar om hier lekker gezellig met z'n allen te zitten. Hout aanwezig. Mag je gewoon pakken en lekker vingertjes stoken. Ja, dat is toch fantastisch. Dat is echt het vrije gevoel, hè. Kampeergevoel. Nou, zoals je ziet staan we hier op de camperplaats. En als je dan zo draait, in dit geval, en gewoon daarheen loopt, je kan uiteraard gewoon via de uitgang, zie je daar de glampingtenten. En dan zie je hier het bos al, dus gaan we daar eens even een kijkje nemen. Het is volgens mij 1200 hectare, bos en heide, dus prima, ideaal. Nou, zo eens even in het bos kijken. Nou, we zijn op pad. Het is echt. Ja, we lopen daarin en dan gaan we dadelijk naar rechts. Ja, camperplaats aflopen en
En je bent er. En je bent Borzin, wat ik net al liet zien, zo vanaf een afstandje. Of, even kijken hoor. Ja, het was even op de telefoon aan het kijken hoe of wat. We gaan het zien. Toch? Ja. Jij nog wat? Ik zag een kabouter in de... Oh nee. Hij is een rood-wit paaltje. Ik? Nee, ik heb niks in melden. Nou, dan gaan we weer verder. Het flauwe pauwenproject. Zit in de buurt van de hondenvereniging. Dus vandaar dat je die blaffende honden hoort. Maar dat maakt niet uit. Tas heb er weer een neergelegen. Het is weer creatief geweest van de week. Houtjes schilderen. Ik kwam de keuken binnen. Echt aardig luchtje van de nagellak en de verf. Weer goed bezig geweest. Het is nog aardig frissies. Ik heb mijn handschoentjes aan. En natuurlijk mijn mutsie. Moos heeft vandaag zijn snuffeldag, geloof ik. Hé? Ja, vindt hij lekker. Heb je pet op gedaan? Ja, het is Frips. Hebben we daar? Militair oefenterrein, Ruk van Seijden. Hier kun je fietspad, paadjes vastzetten. Fietsknooppunt. Ah, het is niet zo druk met de fietsers. Maar het is nog vroeg. Fietsknooppunt. We gaan weer verder. Welke kant gaan we op? We kunnen naar links en dan naar rechts. Hierheen? Oké. Schitterend mooi hier. Over de heides loop je, door de bossen loop je. Genoeg wandelpaden hier. Wij hebben het ruiterpad genomen. Mooi. En zit je goed zo? Nou, prima. Even 5 pikken. Zo'n boterhammetje eten. Boterhammetje, bakje thee. En we zijn op zoek naar Pluisje. We werden net aangehouden door een mevrouw in de auto, maar die woont hier op een recreatiepark. De hondje is er vandoor. Ja. Ik kan me eigenlijk heel goed voorstellen. Dat jullie niet meemaken. Dat je dat echt niet wil meemaken. Dus ja, wij zijn ook aan het uitkijken naar de hond. Nou ja, in ieder geval als je hem tegenkomt. Ja, zeker, zeker. Anders gaan mensen dadelijk aan het eind van de rit vragen hoe is het met het hondje afgelopen? Ja, geen idee. Nee. Maar ik denk dat hij gewoon op het park is hoor. Ja. Nou, wij zijn nu nog in de bossen van Rukven. En het is de bedoeling dat we richting het dorp gaan lopen. Koetjes staan lekker vredig te grazen.
We zijn het bos uit. We zijn richting het dorp aan het lopen. Nu lopen we, ja... Ik weet niet hoe die weg heet. We lopen in ieder geval richting de kade of zo. Leuke huisjes staan hier. Het is weer eens wat anders, hè. Niet alleen maar bos, bos, bos. We lopen door het boerengebied. Waar ben je aan het lachen? Nou, dat je af en toe van die huizen ziet dat je denkt, oké. Ja. Aardig grasveldje. Niet één molshoop. Nee, bizar, hè? En dan hebben wij zo'n postzegel. En het is bij wijze van spreken één knollenveld. Nou, de laatste tijd valt wel mee. Ja, omdat de kippengaas onder zit. Ik heb echt van alles al gedaan toen de tijd. Die rookpatronen en vuurwerk erin. En noem het allemaal maar op. Vol laten lopen met water. Mortieren erin. En toen heb ik het er helemaal uitgehaald. Toen heb ik inderdaad kippengaas eronder gedaan. En tot nu toe werkt het aardig. We hebben wel weer gezien dat er eentje in de plantenbakken zit. Ja, die lopen echt langs het randje van de plantenbakken. Maar goed, net wat Natas zegt, dat zie je heel vaak, hè. Kom maar voorbij. Dat zie je heel vaak. Dan zie je echt die waanzinnige mooie grasvelden. En geen ene molshoop. En wij hebben een stukje gras van 5x4. En het zat toen aardig vol, hè. Wat, nee? 5x4, nee. Is dat niet 5x4? Blauwe bocht, nou, ik heb een speciale elektrische maaier voor aangeschaft. Zo'n zitmaaier. Ik zou haast een zitmaaier nemen. Kijk, we zijn er. We lopen Rukven in. Nou, we zien daar een kerk. Dat is het centrum, hè, zeggen ze altijd. Neem maar van wel, dat daar het centrum omheen ligt. Dus dan gaan we daar eens even kijken. Posthoren, een beeld voor Rukven. Nou, goed wezen. Stikkie in, schuiven, zo. Hoppa. Nou, ik weet niet precies wat het inhoudt, maar goed, het staat hier dus. Plaats in de 4 windrichtingen. Vertel een stukje Rukvense geschiedenis over de postillonroute. Dat zou wel bekend wezen hier. De kerk in Rukven. Kijk, zijn we de kerstverlichting al, ja. De kerstverlichting is al paraat. Het zit tenslotte al in november, hè? Nou, daar lopen we dan, denk ik, in de winkelstraat van... Chinees? Ja, Chinees altijd aanwezig, kijk. Staat mijn broer. China Garden. Gratis. Gratis? Ja, kijk. Mensen, als je nog eethoekstoelen wil, gratis. Bij de Chinezen in Rukven. Deze ophalen. Wel snel wezen. Eer dat filmpje online komt, is zondag. Het is nu zaterdag, dus even gas op. Er zijn er nog 3, dus. Waar woon je? Op de trekvaart. Ik ben op de trekvaart. Ja. Nog een shoppingcenter. Daar kunnen we helaas niet in bij Moos. Huisdieren niet toegestaan. Ik weet niet waar een tas in de Audi zit daar. Ik heb daar een of ander kraampje gezien. Ik ga daar eens even kijken wat daar is. Het is dus een viskraam, maar daar heb ik nou geen trek in. Nou, hier de rest van het centrumpje. Maar het is allemaal een overdekt, dus daar kunnen wij niet in. We lopen weer weg vanuit het centrum.
Ja. Wat ik al zei, ja, jammer, het is allemaal overdekt winkelcentrum waar we niet in kunnen. Dus we zijn weer... Het zag er wel leuk uit. Ja. Het was echt volgens mij van alles in één. Ja, het zag er heel leuk en open allemaal, hè? Ja. Niet zo'n winkelcentrum waar je allemaal winkelpanden in hebt, maar gewoon allemaal open. Net een of andere markt of zo. Markthal lijkt wel. Ja, een beetje zo'n idee van wat je wel eens op Schiphol hebt. Ja. Nou, we gaan weer verder lopen op naar de camperplaats. Ik denk nog 1,5 kilometer of zo. Ja. We zien het vanzelf wel, joh. Mooi weer. Ja, zeker mooi weer. Ik heb wel mijn handschoentjes aan. Dankjewel. En net komt er nog iemand naar me toe die zei van, nou, ik dacht dat ik slecht zag met mijn leesbril, maar bij jou gaat het helemaal niet goed. Ja, dus hij had een kijker op. Dus hij was scherp. Ja, ja. Vond hem leuk. Top. Komen we weer in de buurt. Kijk, heb je het bordje alweer? Nou, 8,5 kilometer. Op dit moment. Ik heb nog geen idee van. Ik zal straks even kijken. Ik wil even lekker een glaasje chocomel. Misschien niet. Ja hoor. Het was een hartstikke leuke wandeling. Bos tussen de landerijen. In het dorp geweest. Hartstikke leuk. VDA, de trouwe herder. Nou, ik kan je zeggen, je hebt er, althans vanochtend waren ze er. En er niet echt last van. Nou zijn wij dat gewend. Natuurlijk hoor je af en toe wel eens een hond blaffen, maar... Het is niet dat je zoiets hebt van wat een gek huis. En het is maar een paar uurtjes, dus het is niet hele dagen. Volgens mij zijn ze nou alweer weg. Ja, ze gaan er alweer van. Ingang. Huis van de eigenaren. Kijk, heb ik nog zat te doen. Nou. Nou, zoals je ziet zijn we nu bij de glamping tenten. Gaan we eens even inkijken. Ik ben eigenlijk zelf nog nooit in zo'n tent geweest. Dus... Nou, ik ben heel gemakkelijk. Gaan we eens even kijken. Lekker belangrijk. Nou, in de tent. We zijn er nog nooit in geweest. Kijk, een volwaardige keuken erin. Oh, prachtig. Alles erbij. Bestek, koffiezetapparaat, waterkoker, noem het maar op. Kijk, en dan draaien we om. Het is echt groot. Dat had ik echt niet verwacht. Nou, we hebben hier gewoon een eettafel met 4 stoelen. Leuk aangekleed met fachies. Ik ga eruit. Kleed op de grond. Gewoon elektriciteit voor de mensen die zoiets hebben van ik ga niet in zijn tent. Gewoon elektriciteit aanwezig. Nee. Kijk eens even. Mooie badkamer. Ja, leuk. Nou, ik druk weer overal op, maar laat ik dat nou niet doen. Kijk, enorme... Douchecabine, toilet en een wastafel. En wat hebben we nog meer? Stoelen voor buiten te zitten, maar goed, is nu niet echt weer voor. Kijk, stapelbed voor de kids. En hier een mooi 2-persoonsbed. En voor de ouderen. Mijn moeder heeft nog de oude. Heel leuk. En de rest is allemaal nieuw. Nou, zijn we daar ook weer eens een keer in geweest. Nou, dit is dus ook allemaal in de verhuur. Dat is wel tijd gewonnen. Ik weet niet meer precies. Volgens mij gaat het april, maart open of iets dergelijks. En dat is allemaal bij de heerlijkheid. Vosse Heide. Vorens Heide. Beetje lastige naam. De camperplek vind ik wat makkelijker de naam. Dit wordt wat moeilijker, maar goed. De heerlijkheid Vorensheide. Ga eens op de website kijken. En vanaf, als het goed is, vanaf volgend jaar ook de verhuur van de appartementen. Wat jullie hebben gezien die nog in aanbouw zijn. Koelkastje aanwezig. Kijk, ondanks dat het weer wat minder is, zitten de dames gewoon buiten. Ja. Maar ik zei dus net, vanaf maart zijn de glamping tenten te huur, maar dat is vanaf april. Dus echt waanzinnig mooi. Ik neem aan als alle 6 hetzelfde zijn. Klopt. Ja, klopt. Leuk, echt leuk. Hè? Wifi aanwezig, ja, in principe is gewoon hier alles. Wat een moeilijke naam hoor. De heerlijke. Ik ben al aan het filmen. Ja.
Je staat er al op. Ja. Nou, dit zijn de bloepers van Adriaan Toele. Oké, goed bezig. De heerlijkheid voor ons einde. Ja, historische naam. Kan je daar nog iets meer over vertellen, zo'n klein beetje? Even kort, vroeger was het gemeente Rukven en voor ons einde. En de heerlijkheid is eigenlijk een kleinste vorm van bestuur die je kunt hebben. Met eigen regels en belastingstelsel. En voilà. Ja. Zonder belasting. Het is een soort belastingparadijs. Nou, dat maken we ervan. Nou, dan zitten wij hier nu voor onze eigen nieuwe tent. Ja. Oh, wacht. Ik ga hem even verder weg doen nog. Waar ga jij? Ga jij het bos in? Nou, nee, dat kan niet langs die kant. We hebben maar één ingang. Nee, maar het is echt top hier dan. Drie op een rij. Nou, dan loop ik eventjes zo. Je bent een goede vlogger, joh. Ja, ga ik ook doen. Als ik tijd over heb. Maar volgens mij staat dit er al een keertje op. Ja, dit staat er al op, hoor. Goed. Nou. Ik heb vanochtend gedaan. Ik zag je lopen met hondje. Ja. Ik denk, ik ga er eventjes... Even van de stilte genieten. Nee, eventjes gewoon even alles erop zetten. Hartstikke leuk. Yes. Hartstikke leuk. Knopje. Zo, weer terug in de camper. Siem staat nog even gezellig te kletsen. Ik kreeg het koud. En Moos heeft lekker zijn dentastikken hier, Moos. Muisje, smaakt die? Heb je wel verdiend, hè, jongen? Want hoe laat leven we? We leven. 2:15. Om 10:00 waren we weggegaan. En ik heb lekker... Tenminste, ik heb nog niks. Maar... Lekker even een bakje warme chocomel. Ik heb de kochel even een zwiep gegeven. Ik weet zeker als Siem dadelijk terugkomt dat hij het ook koud heeft. Dus ik ga lekker een chocomelletje nemen. Nou, je hoort het geknetter al, denk ik, hè? Het geknisper. Het is alweer zover. Ja, even laat leven. Bijna 5:30. Ja, het begint nu donker te worden. We zitten de hele tijd... een beetje hier over die landerij te kijken, want de verleden keer was daar een regenspot. Ja, gisteren. Ja, die stak over. Ja, eergisteren denk ik. Ja, gisteren morgen toch? Ah, oké. Nee, weet ik niet meer. Ja. Maar we hebben nog niks gezien. Nou, we hebben een fantastische wandeling gemaakt, hè? Ja, mooi. Was hartstikke leuk. Mooie bossen. Zeker voor herhaling vatbaar. Dus ja, na zo'n wandeling mogen we wel lekker een stukje vlees naar binnen werken. Ja, uiteindelijk was het 8, zoveel. Ja, 8,5 kilometer of zo. Nou, prima joh. Nou, wij gaan lekker een hapje eten. Voor de mensen, eet ze. Eet smakelijk. Doei doei. Stokbrood pakken. Ja. Ja, ze gaan nog even een stokbroodje pakken. Ideaal zo'n oventje in de camper. Ja, in het begin zat ik altijd de pierballen. Ja. Maar nou snap ik hem. Ja, hè? Werkt prima hè. De enige is, kijk. Je moet hem niet in je vlam leggen. Nee, het was lag hem in de vlam. Ik denk... brandlucht. Denk ik ruk wat. Maar het werkt fantastisch zo'n oventje. Opa. Nou, wij gaan lekker eten. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Zit er weer op. Zit er weer op, het is weer zondag. Ja, nog even. En dan hebben we de maandag. Bye. Ja, nou we hebben het echt weer... Ja, blijft zeggen, maar... Nou, super naar ons in. Ja, super naar ons in gehad. Lekker geslapen, kan je nagaan. Het was zo stil dat ik gewoon mijn oren hoorde suizen. Ja, dat is echt heerlijk hier ook. Camperplaats Zonnetje in Rukven. 2 weken open, we hebben heerlijk genoten. Lekkere boswandeling gemaakt. We gaan hier zeker nog terugkomen. Dit is echt een aanrader.
Ja, het fijne is, het is het hele jaar rond open. Ja, dat is ook wel ideaal. Oh, aardig windje, hè? Zo, ga nogal. Nou, ik zou zeggen bedankt weer voor het kijken. En als het goed is, tot volgende week. Als het goed is, tot volgende week, inderdaad. Doei, doei.